Donker. In 3. RTC Drachten, DZMPC Jelle Betten. Op 4 voor de houtrip Marco Uppelschoten. Op 5 voor AZNPC Jurjen Willemsen. Op 6 ZPC Hogeveen Gauke Eilander. Op 7 AZNPC Arjan Hansen. Op 8 voor Trivia Dennis Kramer. Marco Uppelschoten, Jurjen Willemsen zijn elkaar vaker tegengekomen deze winter nog, of liever gezegd in de herfst, bij de Nederlandse kampioenschappen Korte Baan in Tilburg. Toen Jurjen Willemsen dankzij zijn voortreffelijke onderwatertechniek heel lang aan de leiding ging, maar uiteindelijk op de streep geklopt werd door Marco Uppelschoten. Nu heeft Marco op 150 meter flink de leiding genomen. En hij wil natuurlijk bevestigen dat hij hier de allersnelste is. Hij tikt aan in 2 minuten 6,85 honderdste van een seconde met Jurjen Willemsen. 2:10.23 op de tweede plaats. Derde Tom Donker. Maar straks in de A-finale hebben we nog Ruben Dekker en bijvoorbeeld Olivier Victor van der Voort. Uitslag officieel. Gaan we naar de 400 meter wisselslag bij de mannen, de B-finale. In baan 1 voor Hogeveen, Koen Lems. In baan 2 voor de Dolfijn. En RTC Amsterdam, Yorgos Kotades. Op 3